Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danies in Leiderdorp en Tante Suikerspin. R-U-D-O. Rio. We kijken altijd in bed naar jou. En wat heb je aan als je naar bed gaat? Nee. Ja, hij draait al wel. Je gaat als vrijgezellig nieuwjaar. Ja, nou, waarschijnlijk de grote kans. Ik ben toch klein. Ja, maar we staan nu van groot naar klein. Ja, oké. Okay. En dan zijn we weer met een nieuwe aflevering van Rudo hier op tv bij Unity en bij Sleutelstad. Dat is een beetje een gekke aflevering, want het is vandaag 3 of 4 januari als je dit zit te kijken. Maar we nemen het op 29 december, dus het is het nieuwe jaar, maar eigenlijk nog niet. Maar goed, dus ik weet nog niet precies hoe de gesprekken gelopen, maar hou dus in je achterhoofd dat de gesprekken opgenomen zijn in het oude jaar. Maar nou goed, welkom bij Rudo. Rudo! Je ziet eruit alsof je op televisie wil. Wel, een beetje wel. Ja, hoe is het? Goed, goed. Ja. Wat zijn je goede voornemens? Gewoon lekker bezig zijn. Ja. Meer sporten? Lief zijn voor iedereen. Is die een beetje lief? Ja? Nee hoor, ik wil niet. Nee, zij wil niet. Snel terug. Nee, maar je bent lief hoor ik. Ja, ja. Dus, maar het is druk vandaag in het winkelcentrum. Iedereen nog even snel boodschappen doen? Bijna nieuwjaar. Ja. Was het een leuk jaar voor je? Jawel, jawel. Ja? Wat was nou het leukste van 2023? Ik weet niet. Nieuwe verkiezingen. Ben je blij met de uitslag? Wel, het was wel spannend. Ja. Nou goed, hey, ik wens je een mooi nieuwjaar. Ja, bedankt. Kom maar door hoor met die koffie. Rio! Happy New Year! Nou, als er één schrikt voor jou is het ongelooflijk, is mijn eigen vrouw. Ja, maar hoe kan dat nou weer? Ja, heb je zo'n grote tv thuis? Ja, dat wel, Rudo. Dan kom ik even bij jou staan. We kijken altijd in bed naar jou. En wat heb je aan als je naar bed gaat? Nou ja, kanaal 41, 40. 40, ja, ja, ja. 40, ja. Maar wel een pyjama, toch? Ja, uiteraard. Uiteraard. Nee, okay, en tot hier in de, want het is koud in de kamer. Hè. Zo, nou. Slaap jij met het raam open? Jawel, dat wel. Moet wel fris slapen. Ja, maar het is nog best wel warm voor de tijd van het jaar. Ja, maar voor de tijd van het jaar, nee, maar het is nu eigenlijk te warm voor de tijd van het jaar. Hè. Ja, het is volgens mij nog een graad of 11. 11 graden vanmorgen. Ja, hoort een beetje tegen het vriespunt. Ja, bij mijn schoonmoeder geweest vanmorgen. Nou, dat ken nog, hè, bij onze leeftijd. Dat is knap. Ja. Maar toen zag ik in de auto dat het 11 graden was. Bizar. Hoe oud is jouw schoonmoeder dan? Die is vandaag 95 geworden. Nou, dat is wel echt een hele. Dat is wel heel wat. En woont nog op zichzelf, dus knap zat. Dat is echt wel heel knap. Ja, toch. Daarom. En wat zijn je goede voornemens voor 2024? Ja, nou ja, we gaan natuurlijk, wat iedereen doet natuurlijk, naar de fitness. Echt? Naar de fitness. Ik zal een beetje zo gaan staan. Beetje gaan lijnen. Ja, oké. Okay. Maar ga je echt fitnessen? Nou ja, een beetje sporten. Een beetje hier bij de sportschool in de Bloemert. Dan gaan we ons best weer een beetje doen. Dus. Ja, ik heb me ingeschreven bij mij in de sportschool om de hoek voor spinning. Spinning, ja. Nee, dat is, voor de knieën gaat dat voor mij niet meer goed. Nee, dat is wel, ja, het is wel heel blessuregevoelig. Ja, op 2 uur met de motor gaat, maar op de fiets wordt minder. Mijn goede voornemen is 1 of 2 keer per week spinnen. Ja. 1 keer per week squashen, dat doe ik al. Ja. En 1 keer per week bodytech. Dan heb ik 3, 4 momenten. Ja, dan blijf je ook in shape natuurlijk. Ja, hè? Nou. Nou, deze shape, iets minder shape. Dus, nou, maar goed je even te spreken. Ja, sorry dat ik je vrouw heb laten schrikken. Nee, maar dat maakt niet uit. Ze is wat gewend. Ze ziet mij elke ochtend dat ze moet schrikken. Dus jij ligt met ons samen in bed? Ja, wat anders. Dan kijken we naar Ludo. Oh ja, nou, altijd even op de televisie. Kanaal 40. 41 of 40? Ja, 40. Zeppen. 40. Hey, goed 2024. Ja, hetzelfde, hè? Rio! Hallo. Hallo. Niet voor mijn vlucht, hè? Ja, ga jij maar, zegt ze. Nee, mijn zus moet erbij. Ja, je zus moet erbij. Ik kom erbij, gewoon voor de gezelligheid. Nee, je zus die denkt, nou, zoek het maar uit. Ja, hallo. Hallo, hoe is het? Ja, goed. Ja, ik kijk altijd naar je programma. Nou, dat vind ik leuk. En nu zit je er zelf in. Ja. Hey, en heb jij een leuk verhaal dan? Nou, eigenlijk niet zozeer. Nee? Hoe waren de feestdagen? Ja, heel rustig. Want ik heb namelijk ook nog een dochter die op Katwijk woont. Dus daar ben ik naartoe geweest. En verder ben ik veel bij mijn zus. Dus, waar is ze nou gebleven dan? Ja, Albert Heijn in. En ja, die is echt gewoon gevlucht. Heb je nog goede voornemens voor 2024? Nou, altijd natuurlijk. Hè. Gewoon doorgaan. Gewoon doorgaan. Ja, want eigenlijk mag je een dame niet naar de leeftijd vragen. Maar hoe oud ben je? Ja.
van 40, dan ben je 60. Word jij 84? Ja. Dan zie je er echt een stuk jonger uit, maar dat hoor je vaker. Dankjewel, ja. Kijk, gewoon nog versier door Rudo. Hè? Ja, oké. Okay. We schelen maar 40 jaar. Ja, ze zien hem wel. Ik voel me nog jong. Heel goed. Hey, ik wens je een mooi nieuwjaar. Ja, zelf. Oké, doei. Oké. Rudo! Hallo. Hi, Rudo. Hi. Kom je erbij? Hallo, ik kom net uit de douche. Mevrouw, we komen er even bij zitten, hoor. Ik ben schoon voor de uitzending, zoals je... Wat kom je doen? Hallo. Nou, even gezellig, wat ik altijd doe. Ja. Een beetje kletsen. Goed zo. Maar wat zeg je? Nee, je bent schoon voor de uitzending. Ja, ik ben moet er ik even. Mag ik ruiken? Ja, natuurlijk. Oh ja, heel erg. Is het goed? Het is heel goed. Oké. Okay. Dus. Ik kom mijn dochter eventjes boodschappen brengen. Soms deden we wat met elkaar. En dat doen we nu. Maar wat is dit voor uitwisselingsproject? Oh, dat doen we soms om elkaar even te steunen. Maar dat doe jij dan soms ook andersom? Ja, absoluut. Ja, mijn vader is 2 jaar geleden overleden aan Alzheimer. Tot zijn einde heeft hij mijn moeder van bloemen voorzien. En eigenlijk ben ik dat stiekem over gaan nemen. Dus ze heeft zo'n mooi tafeltje met een mooie vaas. Heb je dat ook afgesproken met je vader? Van, joh, ik zorg wel voor de bloemen? Na zijn dood wel. Ja, nou, met mijn hart. Je zegt 2 jaar geleden, dat is eigenlijk hartstikke kort. Dat is kort, maar aan de andere kant is het ook wel lang geweest. Want hoe lang heeft hij Alzheimer gehad dan? Misschien 10 jaar. Langer. Als we nu terugkijken en je ziet de eerste signalen... Ja, dus je was hem al kwijt eigenlijk. Ja. En hij zelf had helemaal niet gewild dat hij zo zou overlijden, zeg maar. Dus toen het zover was, hadden wij eigenlijk alleen maar blijdschap. Maar Alzheimer, dat is de ziekte waarbij je gewoon ook vergeetachtig wordt, toch? Heel erg, heel erg. Ik kon op het eind niet meer praten, hoor. Nee. Maar begint dat in het begin dan niet met een grapje dat die dingen vergeet en dat je dan een geintje maakt van, nou pa... En je zit tegen hem te praten en hij blijft zo kijken en dan moet je hem aanstoten. Oh, heb je tegen mij? Zo begint het een beetje. Zie je dan ook wel, zien jullie dan zijn dood ook wel een beetje als dat hij bevrijd was? Ja, wel. Ik wel. Ja, jij ook wel. Maar nogmaals, hij wou niet zo worden zoals hij geëindigd is. Nee, nou ja, je had pas de actie op televisie ook voor de ziekte ALS. Ja. Daar hebben ze heel veel geld in gezameld. Ja. Toen zei ik ook tegen mijn dochter en tegen mijn vriendin. Ik zeg, nou, als ik dit toch krijg, dan wil ik niet tot het einde doorleven. Nee, maar mijn man, haar vader, had dus ook een euthanasieverklaring. Die hadden we ook opgesteld. Ook dat hij niet gereanimeerd wilde worden. Maar op een gegeven moment, dan is hij niet meer bewust. Dan moet je echt bij je bewustzijn doen. Ja. Maar jullie staan nog wel positief in het leven. Ja, gelukkig wel. Ja, gelukkig wel. Zeker. Het leven is er niet mee opgehouden. Nee, natuurlijk niet. En mijn dochter, ik werd gezegend naast al 2 kleinkinderen. Van 12 en 16 door nog 2. Ja, die waren pas jarig. Hè? Die waren pas jarig. Heb jij ze lekker een ijsje getrakteerd? Moet je niet doorvertellen hoor. Ja. Nee, nou ja, het staat er nou op. Daar kan je niks aan doen. Zit er nog wat voor mij in de tas? Nee, gebakken lucht zie je dat. Gebakken lucht, nou vind ik ook. Maar ik wens je wel het allerbeste. Nou, maar dat is meer. En het allermooiste. En voor het nieuwe jaar dan elkaar allemaal weer zien. Dat vind ik ook. Ook degene die de opname maakt. Die ziet. Leuk. Dat is er nou. Oké. Je ziet er weinig, maar... Wij wel. Ja. Nog steeds geen vriend. Rio! Wat zie jij er leuk uit? Ja, zeker. Ja, je denkt, wat gebeurt er? Het spreekt geen goed Nederlands, hoor. Hè? Wat dan? Nou, is het moeilijk om even met mij te praten en zo. Maar wat voor taal praat jij? Hè? Spaans. Kunnen jullie Spaans spreken? Nee hoor. No. Un poquito. Poquito betekent een klein beetje. Ja. Maar ik wil eigenlijk wilde zeggen mooie hoed. Ja, vind ik ook. Hè? Ja. Ja. Maar je komt uit Spanje? Ja. En je woont in Nederland? Ja, al jaren. 18 jaren. Maar ik vind dat je hartstikke goed Nederlands spreekt. Ja. Gewoon een beetje langzaam. Ja, precies. Ja. Heb jij nog goede voornemens voor 2024? Gezondheid voor allemaal mensen. En prosperity. En gezelligheid. Mensen moeten blij blijven. Daarom. Dat,
Dat moeten we doen. Blij. Ja, zeker. Gewoon. Dansen. Ja. Doei. Rio! Hallo. Nee, nee, we hebben helemaal niks leuks te vertellen. Nee. Nee. Zit helemaal niet we hebben helemaal niks leuks. Ze heeft nog helemaal niet opgemaakt. Nou, dit is echt... Draai nou, al? Nee. Ja, hij draait al wel. Jij gaat als vrijgezel het nieuwe jaar. Ja, nou, waarschijnlijk de grote kans. Nee. Ja, maar zijn er goede voornemens? Kijk, Suzanne ken ik al. Die is ondernemer. Die schrijft portretten van ondernemers. Ja, ik ga wel weer even strak in de leer met eten. Oh, ja, maar dat vond ik juist zo schattig. Goede voornemen. Vaak hand in hand lopen. Ja. En dan knippen jullie eruit, toch? Ja, en we geven er ook nog in de nabewerking make-up. We hebben gewoon een filter. We hebben gewoon een filter voor. Een filtertje. Gewoon een filter. Hebben we daar filters voor? Nee, ik nee. Sorry. Nee? Nou, ja. Goed. Maar hebben jullie goede voornemens? Nou, even strak in de leer met eten weer. Dus de kerstdagen hakken er toch wel weer flink in. En ik heb wel geleerd dat je niet tussen kerst en oud en nieuw zwaarder wordt. Maar tussen oud en nieuw en kerst. Maar weer even wat beter eten. En, maar hoe ga jij dat aanpakken? Want ik heb datzelfde voornemen. Nou, ik heb net verteld al, ik ga sowieso spinnen, bodytacken en squash. Maar ook qua eten. Maar dat eten, dat is juist zo lastig. Ja, we gaan keto eten. Dus koolhydraten een beetje uitbannen. En, dat is heel heftig, toch? Nou, we hebben het wel vaker gedaan. Dus we zijn ervaren daarmee. Maar wat dan laat je brood staan? Niet, rijst niet. Ja, alle pasta's. Alles wat eet je dan nog wel? Omeletten met groenten. En we eten minder maaltijden per dag. Dus dan hoef je maar 1 of 2 keer na te denken wat je eet. Dus ja, als ik jou dan... Ja. Vast? Ja, ik zei we vasten ook. Dus, ja, is dat intermittent vasten? Dus dat je bijvoorbeeld om 11 uur begint met eten en dan tot 7 uur 's avonds of zo? Ja, maar wij dan wel vanaf 3 uur of zo beginnen met te eten. Dus dan heb je een wat langere periode niet eten. Maar als ik jullie dan in juni weer tegenkom, dan staat er gewoon echt een heel ander stijl. Ja, dat is Beachbodies. Ja, want dan gaan we op vakantie naar Frankrijk en dan gaan we weer wijn drinken en kaas eten. En dan ga je in december weer. Nou, ik zie een routine. Hey, fijne dagen met veel make-up en veel handjes. Ja, heel goed. Heel goed. Rio! Moet je er nou zo mee te koop lopen dat jij sportleraar bent? Moet je nou kijken, joh. Afgetraind, korte broek. Ja, maar kou is een emotie natuurlijk, hè? Ik heb dat toevallig gisteren nog tegen iemand gezegd. Ja, dat is ook zo. Ja, maar het is ook niet koud. Nee, het is heerlijk buiten. En ik kwam net uit mijn lessen, dus ik denk, loop even door. De laatste keer dat ik jou gezien heb, was met Leiden's Ontzet. Ja, toen hadden we lekker... Hebben we nog geknuffeld? Spaatje, ja, heerlijk was dat. Een lekker spaatje geel gedronken toen. Hè? Ja, ik niet, hè. Ik niet, hè. Nee. Hé, hey, maar goede voornemens. Jij bent van de sportschool. Je bent Roger van Sportcentrum Van Hout in Leiderdorp. Zie nog, je nou... nog meer liefde voor mijn dochter en voor mijn vrouw. Kan het nog meer? Het kan altijd meer. Kan altijd beter. Maar is dat je voornemen? Ga je meer tijd vrijmaken voor je gezin? Tijd vrijmaken voor het gezin doe ik sowieso wel. Maar, gewoon lief zijn voor elkaar, dat is belangrijk, toch? Ja. En lekker blijven sporten, fit en gezond blijven. En nog meer op de preventieve gezondheid, lifestyle, coaching, dat soort dingen. Daar ben ik ook al hard mee bezig. Dus mooie nieuwe dingen voor die En het jaar. Is een goed voornemen, dus in februari hoeft het al niet meer. Nee, het is alleen voor de maand januari. Hey, goeie jaar. Je hebt lekker sporten bij me? Het is nodig. Rio! Nee. Dan ben je aan de beurt. Ja, jij je jas zo. Hoe is het? Ja, goed. Ja, liep ik niet door? Ik liep de Drentel, hè? Nee, ik moet boodschappen doen, ik moet alles nog voor het einde van het jaar even afronden. Nee, maar waarom heb je het allemaal zo uitgesteld? Ja, dat is altijd het laatste moment, hè? Ja, ik heb, heel vaak heb je dat ook. Ik heb dat, dan loop je achter iemand en denk je, mens loop toch door. Maar nu was ik dus zo iemand die niet door. Zo, ja, eigenlijk wel. Ja. Nou, we hadden het erover, met mijn cameravrouw en ik, dat Leila Driessen gisteren hier in Tinkhof liep. Oh, ja. Leuk. Leuk, gezellig. Is geen burgemeester meer van Dorp. Nee, Tjarda, hè? Ja, Tjarda nu. Tjarda... Heb je er al ontmoet? Nee, nog niet. Binnenkort komt ze wel langs bij ons, bij de vereniging. Dus dat is moet je wel even uitleggen welke vereniging. Oh, de Leiderdorps Grensbrigade. Ja. En dan komt ze kennis maken. En kijken wat wij doen op de woensdagavond. En hebben jullie dan ook nog wat in petto voor daar? Dan moeten we even iets gaan verzinnen. Dat gaan we wel doen. Een leuk demootje geven of zo. Dat is wel hartstikke leuk. Ja, maar hoe ga je dat doen met iemand die niet ziet? Ja, heb je daarover nagedacht? Nog niet. Maar dat gaan we denk ik even afstemmen met degene die dat regelt en organiseert. Wat wel kan en wat niet kan. Ik denk dat dat wel leuk is. En nu we toch over de reddingsbrigade hebben. Wat staat er op het programma voor 24? Zijn jullie met dingen bezig? Nee, niet echt. Het is nu natuurlijk wel spannend in Nederland natuurlijk. Met al die watersnood, wateroverstromingen. Dus we staan wel stand-by met onze boot. Hè? Onze NRV-boot. Dus die staat nu stand-by voor gebieden? Stand-by voor gebieden als er wat is dat we ingezet kunnen worden.
Maar tot nu toe is het nog rustig. We hebben nog geen vooralarm gehad of wat dan ook. Dus op dit moment is het rustig. Dus wacht rustig af. Ja, goed zo. En dan eerst nu even lekker oud en nieuw vieren. Ja, als het wordt uitgezonden, dan is het al 3 januari. Oh, 3 januari. Dus nou, de oliebollen zijn op. Iedereen alvast een heel gelukkig nieuwjaar in ieder geval. En een heel sportief jaar met name. En veel blijven sporten, denk ik, bij de sportvereniging in de Leiden-Dorpse. En of was er in je agenda 5 juli douchehavenconcert? 5 juli douchehavenconcert. Ik ben erbij. Of was het in de agenda? Ja, ik zeker. Ik ben er ook bij. Ja. Ik ben er ook bij. Rio! Hallo! Nee, dan loop jij door. Ja, Rudo. Juist. Ja, die kwam van diep. Ja, moest even zoeken. Ja, hoe is het? Goed en met jou? Ja, ook goed. We maken ons op voor het nieuwe jaar. Nou ja, gezond het nieuwe jaar in, hè? Ik was een beetje een rondje inventarisatie aan het doen, goede voornemens. Oké, nou jij ook, hè? En gezond. Nee, wat zijn je goede voornemens? Nou, dat ik gezond blijf. Ja, maar hoe doe je dat? Nou ja... Ben je daar bewust mee bezig? Nee, dat niet. Rook je? Dat wel. Drink je? Nee. Oh, nou, maar dan is de helft al... Ja, inderdaad. Hey, maak er een mooi jaar van. Ja, oké. Mooi knip. Ja, jij weer met die camera. Rio! En de Happy New Year! Oh, dank u wel. Ja. Maar het is nog niet zo, hoor. Nee, maar wel als we het uitzenden. Oh ja, jij kijkt altijd. Oh, dus. Echt? Ja. Ja. Het is dus niet live. Nee. Ja, daar kan ik er nog wat aan doen. Of jullie kunnen we nog kunnen wat... er nog in. Dus als je nu iets heel gek zegt... Nee, maar dat zeg ik niet. Dan knippen we het eruit. Dat doen we niet, hè? Nee, dat, zo zijn we niet. Nou, zij vindt het sowieso maar niks. Nee? Nou ja, jij staat op front. Ja, ik sta er helemaal op. Ja, maar je staat er wel op, hè? Ja, ze neemt jou ook. Nou, je bent dan kom ik gewoon een beetje tussenin staan zo. Ik ben toch klein. Ja, maar we staan nu van groot naar klein. Ja, loopt mooi. Dus dat loopt. Hé, maar wat zijn jullie van elkaar? Nou, kennissen, vriendinnen. Ja. Ja. Nou, kennissen of vriendinnen? Ja, allebei, we kennen elkaar al heel lang. Ja, wat van de dansschool van Kaar van der Linden wat gedanst. Oké. Ken je dat nog? Nee, maar welk jaar is dat? Ja, dat zeg je me wat. Hoe lang is dat? Dat is wel 20 jaar geleden. Ja, bijna 20. Ik ben nou... Ja, ik was ik al in de 26 jaar. Nee, het is iets van 16, 17 jaar. Ja, dat is ook een hele tijd. Ja, wel een En wat voor dansen deden jullie dan? Hip-hop? Nee. Toen had je nog de kniekste. Ja. Stijldansen. Ja, want je hebt natuurlijk ook volksdansen. Ja, nee, dat is het niet. Maar stijldansen deed je dan met een partner? Ja, met mijn man. En die is er ook nog? Nee, de man leeft niet meer. Nee, voor mij 6 jaar. Ja, voor jou veel langer. En voor mij nog langer. Dus jullie kennen elkaar wel van met de partners. Ja, maar nog. We zien elkaar tussendoor ook nog zo. Ja. Dus, En dat moet je ook gewoon doen als je alleen bent, hè? Ja. Maar voel je je ook alleen? Nou, niet continu. Kijk, met zulke dagen, dan mis ik mijn man wel, hoor. Ik heb de kinderen ook, maar het is toch anders dan je partner natuurlijk. Maar ik zeg altijd met zo, je moet zelf de slingers ophangen. En die hangen. Ja, wat doe je allemaal nog? Dit klinkt echt. Je ziet er mooi uit. Je mooie slingers. Ja. Kijk, je komt nog wel veel buiten dus. Jawel, ja. En ik moet wel. Want anders zie je niemand meer. Nee, maar anders zou ik een paar geraniums voor je moeten kopen. Nee, geraniums niet, bedoel je. Geraniums. Nee? In mijn tuin wel, maar ik zou ze nooit binnen zetten. Ja, maar ze waren spreekwoordelijk, hè? De spreekwoordelijke graanmuntje. Ja, maar zullen we dan, want we zijn ook bijna aan het einde van het programma. Ja. Zullen we stijldansend het programma uitgaan? Nee? Kijk eens, waar ik nou mee loop. Oh ja. Dus ik kan dat echt niet meer. Nee. Het is jammer dat ik het niet meer kan, maar ik heb hele leuke herinneringen van. En mijn man fotografeerde altijd veel. Ik heb plakboeken van onze dansschool. Weet je nog, met die verkleedpartij. Heel veel foto's. Waar nou de kerk in zit, was de dansschool. Waar de apostolische kerk in zit, aan de Engelendaal. Ja, aan het einde daar, waar vroeger de LOI zat daar tegenover. Nee, nog niet. Oh. Nee, dat is tegenover. Ja. Maar die stonden wel een stukje weg. Ja, en daar was de dansschool. Ja. Ja. Nou, ik vond het leuk jullie gezien te hebben. Ja. En ik wens jullie al het goeds voor 2024. Ik wens jou ook. En jij stond leuk met je vriendin of vrouw in de Leiendorpen. Met het jaaroverzicht. Ja. Ja, voor de jaarmarkt. Ja, was een mooie foto. Ja, ik zag het ook. Ik had gewoon het hoogtepunt van het jaar gehaald. Nou, daar was ik stond. Ja, daar stond en ik stond ook nog bij de maand augustus zag ik bij het kruis voor de Indiër, denk ik. Nou, kijk. Maar toen stond ik met wethouder Romein. Toen keek ik heel serieus. Oh ja, maar met je, is je vrouw? De vriendin. Je vriendin stond je mooi op de foto. Nou, dankjewel. Die kan ik in mijn zak steken. Hey, fijn jaar. Ja, en bedankt voor het kijken. We moeten nog even zwaaien. Ja.
Want we zitten al midden in de aftiteling. Dus dat duurt altijd een seconde of 10. En dan zeggen we tot volgende week. Volgende week sta je hier weer dan? Ja, of in Leiden. Oh, oké. Okay. Ja. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door IJscafé Danice in Leiderdorp en Tante Suikerspin.